Dat wist ik niet. Ja, 7 jaar is het met z'n vijf. Ongelooflijk, ja. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, jij moet... Oh ja, de tijd vliegt, hoor ik jou net zeggen. Dat doet hij zeker. Het is inmiddels 9 uur geweest. Welkom allemaal. Steek, hoe ging het vorige week? Ik heb je wel gemist, hoor. Voor even on-demand terugkijken. Ik had vorige week 2 professoren in de uitzending. Ja. En hij zat in Engeland met zijn dochter. Ja, echt schandalig dat je dat soort keuzes maakt. Maar goed, moet je verder zelf weten. En het is toch wel lastig in je eentje, want ja, om Twitter bij te houden, vragen te nemen van mensen die thuis natuurlijk mee zitten te kijken en te denken en tegelijkertijd te luisteren en de gast nog het idee te geven dat je het verhaal ook nog interessant vindt. Het mooie is, we hebben vandaag gewoon alle aandacht samen voor Gijs Vroom. Ja. Gijs, welkom. Je bent hier vaker geweest, dus wie vaker kijkt weet dat jij van e-mers bent. En deze week is er weer een belangrijk evenement, een jullie jaarlijkse groot evenement zou ik eigenlijk willen zeggen, e-week. Voor wie niet weet wat dat is, wat is dat? Nou, we zijn daar 3 jaar geleden mee gestart, of dit is eigenlijk het 4e jaar. Dus ons grote event was E-Day, 1 dag. Is er nog steeds, hè? En het is er nog steeds. Aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag, en dat is zeg maar ons flagship event. En we wilden alles in 1 dag proppen. Maar er zijn steeds meer events omheen gekomen. Ook internationale events. En toen zijn we het E-Week gaan noemen. En eigenlijk de ambitie is gekomen om het een soort Amsterdam Dance Event, maar dan voor de e-business en tech te laten zijn. En nu zijn er 40 events die door de hele week plaatsvinden. Met 25.000 bezoekers in totaal. En partijen zoals Google die een DevFest organiseren, Microsoft, Deloitte die talks doet. Het is heel veel, zeg maar, zowel niet-commerciële partijen als commerciële partijen die van alles organiseren in Amsterdam. Ja, er zijn dus heel veel externe partijen aangehaakt. Hoe werkt dat? Is dat een formele samenwerking in de organisatie? Of met ook gezamenlijke verdienmodellen? Of hoe werkt dat? Nou, het is niet een gezamenlijk verdienmodel, maar we hebben een bureau eigenlijk, een communicatiebureau, wat de E-Week neerzet. Ja. En alle partijen die daar aan meedoen, profiteren. En dus eigenlijk gaan we als een soort collectief, gaan we de boer op en roepen dat er in Amsterdam wat te doen is. Ja, wat is van die 40 events die er deze week zijn, welke vind jij, waar ben je het meest trots op? Want dus elk jaar zijn er nieuwe dingen. Waar word je nou heel blij van? Nou, ik vind bijvoorbeeld waar ik heel blij van word, is dat zo'n DevFest van een Google. Hè, dus dat betekent dat daarmee het publiek ook zeg maar, zich uitstrekt van echt hardcore developers naar aan de andere kant gewoon mediamensen of businessmensen in de e-commerce. En wat ik ook heel leuk vind is dat... Dat is ook wel nodig, want ik vond het pakkengehalte van E-Day vond ik altijd wel vrij hoog. Dus... Ja, we hebben altijd een mix van pakken en niet pakken, zeg maar. Ja. Maar ja, het klopt, E-Day heeft wel zeg maar natuurlijk een groot businessgehalte. Het is gewoon we zeggen ook, het is een business titel, een business event, zeg maar. Ja, dus gewoon je doelgroep, toch? Dat is gewoon de doelgroep. Dus dat trekt gewoon mensen aan die gewoon dagelijks voor het werk in het pak moeten, zeg maar. Ja. Ja. En dan dus ook daar zitten. En, maar aan de andere kant hebben we dus ook, zeg maar, in die start-up wereld of in die developers wereld, hebben we natuurlijk ander soort events nu in de E-Week zitten. Ja, en even voor, als ik eventjes terugdenk in de geschiedenis, was er een bepaalde periode dat jullie het vanuit Rotterdam deden. Maar ook in de begindagen hadden jullie, Twitter was net bezig, jullie hadden toppers van Twitter. Ja. Dat drukke mannetje, dat drukke Amerikaanse... Gary Vaynerchuk. Hadden jullie als een van de eerste in Nederland. Hè? Dus ik denk eerlijk gezegd wel eens dat jullie daar te weinig credits voor krijgen voor je programmering. Andere momenten in het jaar hebben we hier bijvoorbeeld de Next Web. Als we die eventjes pakken. Wat maakt jullie event verschillend van bijvoorbeeld de Next Web? Allebei internationaal gericht inmiddels. Ja. Ik denk dat wij met E-Day ons meer richten op, laten we zeggen, het bedrijfsleven in het algemeen. En daar, zeg maar, technologie daar onderdeel van. Hè? Dus wat is de invloed van technologie op business en op laten we zeggen, retail of media of alle bedrijfstakken. En ik zie, de Next Web is ook een super event. Maar het zit meer, denk ik, aan de echte techkant en vanuit techbedrijven. En hoe die wereldwijd bezig zijn. En
Ik denk IDE is natuurlijk eigenlijk een nationaal event. NextWeb is gewoon een internationaal event. Ja. En de E-Week, daar hebben we wel internationale events in, maar die gaan we heel erg op industrieën. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een sportevent, Sports Interactive, in de Arena op donderdag ook. Naast IDE in de Kromhouthal. En dat, daar komen ongeveer 200 mensen gewoon uit de sportwereld bij elkaar. Dus Borussia Dortmund, mensen van Movistar, van de Real Wang Club, Formule 1. Weet je, dus ja, en daar weer de digital mensen van. Ja. Het is een week waarin je zegt van oké, wij, jullie organiseren een deel van die events, andere mensen haken aan. Maar kun je ook een kaartje voor het geheel kopen? Nee, dat is jammer. Ja. We zouden heel graag een passepartout aanbieden. Maar het is zo'n geranium van, het is eigenlijk net zoals met het dance event. Dat zijn allemaal feesten en verschillende organisaties eigenlijk die iets organiseren. En dat is heel moeilijk om een passepartout aan te bieden. Ja. Wat we wel willen, wat we proberen, is om het heel makkelijk te maken. Om in ieder geval je weg te vinden. Dus te weten welke events gratis zijn, waar je alleen op invitation naartoe kan, waar je een kaartje moet kopen. En dan het kopen van de kaartjes makkelijker te maken. En een soort generiek kortingspercentage voor mensen die de IWI kennen. Om dat te bedingen, zeg maar, bij de organisatoren. Ja, je krijgt op Twitter een compliment van Johan Schaap. Naar aanleiding van mijn opmerking dat ik zei op ID dat daar wel veel mannen in pakken rondlopen. Dan zegt hij op Twitter, ik vind het juist heel knap dat ID eigenlijk het enige event is dat pakken uit de vergadering / de kantoortuin weet te krijgen. Ja, nou, ik denk als we kijken naar het pakkengehalte, dan is het ongeveer 50-50 ook. Het is niet zo dat we alleen maar pakken hebben, want dat willen we ook niet. Nee, maar ik krijg een compliment dat het wel heel knap is dat het lukt. Pak dat compliment eventjes, ja? Prima compliment. Ja. Maar ik wil benadrukken dat we toch vooral die mix willen. Ja. Hè, want dat maakt het interessant. Ja. Als ik naar je sprekers kijk, zou dat ook moeten lukken. Want dat is dit jaar, het zitten echt leuke dingen bij. Kun je de highlights even noemen van waar we echt voor naar IED moeten donderen? Ja, we hebben er heel veel, maar ik heb een paar opgeschreven die leuk zijn om te noemen. Wat ik zelf heel leuk vind is dat Jon Grosjean van Game of Thrones, die daar bezig is met de nieuwe, laten we zeggen de visual effects. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met waar het online heen gaat, zeg maar. Gewoon wat er mogelijk is met beeld. GoPro, daar heb je een nieuwe mediaman. Die gaat over hoe je met beeld omgaat en met online en met nieuwe camera's en met drones en dat soort zaken. Dus wat je ziet is dat we eigenlijk heel veel hebben over waar het web heen gaat qua soort materiaal wat je gebruikt. Dus hoe je gaat broadcasten en hoe je entertainment gaat brengen. Ik vind Quartz is voor mij heel leuk als mediaman, omdat dat is toch een nieuwe naam die vernieuwing brengt ook in media vanuit Amerika. Gewoon op een andere manier met lasers omgaan. Maya Mabanta. Even daarover, voor wie dat niet weet. Het is eigenlijk een soort, ze gebruiken eigenlijk de chat, de conversatie als interface. Je krijgt een nieuwtje binnen, je geeft zelf aan, wil je meer of wil je niet meer, of wil je linksaf of wil je rechtsaf, zeg maar. Er zijn allerlei momenten waar je zelf als lezer, als geïnteresseerde, en daar zijn zij heel erg aan het kijken. Het is minder een lineaire bak met content waar je doorheen moet scrollen of moet zoeken met Google, maar het is meer een soort conversational manier van nieuws consumeren. Ja. En wat ik heel mooi vind is dat we Kaiser Kuo van Baidu hebben, dus de Chinese gigant. Want dat is toch, als je kijkt de schaal waarop in China natuurlijk digitaal zaken aan de hand zijn. Ja, dat kennen wij, zeker in Nederland als klein landje, kennen we dat totaal niet. Als je ziet dat de Nederlandse bedrijven die in China actief zijn, die zeggen ook van als wij bijvoorbeeld hier servers inzetten, dan is dat echt peanuts vergeleken wat je moet inzetten in China als het een keer losgaat. Ja, heb je toch ook nog, zoals altijd, wat mediamensen, omdat dat toch ook een focusgebied is voor jullie. Wat natuurlijk wel zo is, als je dit soort grote events organiseert, dan probeer je altijd aan te haken bij de trends die jullie zien op dit moment. Dat is wat je probeert. Welke trends hebben jullie geïdentificeerd waar je dit programma aan ophangt? Nou, wat wij doen met de redactie is één keer per zoveel tijd zitten we bij elkaar. En dan kijken we naar alles wat we maar kunnen vinden, alle bronnen. En dan met elkaar brainstormen, een soort mindmap bij elkaar van wat de trends zijn. En waar het heen gaat zijn natuurlijk de obvious dingen. Hè, VR, Internet of Things, dus sensoring. Maar ook bijvoorbeeld, laten we zeggen, de nieuwe interface. Hè, bijvoorbeeld voice,
Dus echt maar niet meer typen, maar gewoon spreken met je computer. Dat is waar het nu heen gaat, zeg maar. Ja. Maar ook zeg maar, alle ontwikkelingen met auto's, met vehicles. Ja, eigenlijk daardoor, door zeg maar, die nieuwe interfaces, krijg je totaal ander mediagebruik, totaal andere commerce. Ja, er gaat gewoon heel veel gebeuren nog. Hey, maar dat interessante, daar vind ik overigens, hè, dus, ja, je hebt een redactie, die monitoren het goed, die weten wat er speelt, doen alles mee. Maar dan denk ik dan van, oké, maar als we even terugkijken, Immerse als titel, weet je, wat zie ik terug bij jullie van al die dingen die jullie elk jaar monitoren? Hè, zie ik is Immerse volgend jaar een Quartz? Is Immerse volgend jaar een VR, een videoomgeving? Hoe doe je dat? Nou, dat is best lastig, omdat wij kampen natuurlijk met dezelfde issues als alle media zitten. Hè. A, je moet het rendabel kunnen maken. Ja. Maar het is wel zo dat, ja, we zijn het eigenlijk verplicht in onze stand, hè, zou je zeggen. Maar je merkt dat je met dezelfde praktische problemen zit om alle innovaties maar te doen. Dus ja ook, je moet gewoon keuzes maken. Is Nederland ook te klein? Is het taalgebied te klein voor jullie om gekke dingen te doen, om nieuwe dingen te doen? Ja. Kijk, als je zeg maar, bijvoorbeeld als je kijkt naar een Wired, hè, wat gewoon een Amerikaanse titel is, daar zitten 10 keer zoveel redacteuren als wij hebben. Wij hebben er nu eens 8. Nou, zij beginnen trouwens, ze hebben meer dan 10 keer. Ze hebben een staf van 200 man, zeg maar. Ja. Dus dat beperkt je wel. Alleen aan de andere kant, ja, we kunnen nog steeds gewoon een mooie blad maken. Ja. Maar als je het hebt over de innovaties, dan moeten wij het hebben van een beetje slimme dingen, met proberen met een beetje labachtige settings nieuwe dingen te proberen, stapje voor stapje. En het is niet zo dat wij zeg maar inderdaad een soort VR-experience kunnen neerzetten, even. Zeg. Nee. Ja. Ja, wat is in het cluster van activiteiten wat jullie nou doen als Immerse het belangrijkste voor je inkomsten? Is zo'n week als nu, hè? Zo'n e-week, is dat echt een klapper waar het hele jaar van draait? Of hoe? Nou, het was echt ooit de klapper waar gewoon het hele merk op draaide. Maar tegenwoordig is dat natuurlijk minder omdat we heel veel andere dingen ook doen. Ja. Dus dat is ook wel handig natuurlijk voor bedrijfsvoering, zeg maar. Risicospreiding. Dat we niet van één week afhankelijk zijn. Maar het is een hele belangrijke week voor ons in termen van omzet. Ja. Maar daarnaast hebben we bijvoorbeeld in mei hebben we een aantal events nu, zeg maar, in de beurs van Berlage. Ja. Die zijn ook bijna net zo belangrijk aan het worden. En daarnaast proberen we steeds minder afhankelijk te zijn van de printtitel. Dat is nog... Ja, eigenlijk maar een heel klein deel van onze omzet. Als je dat in totaal... Zijn die meer een eventbedrijf geworden? Nou, events is ongeveer 55% van onze omzet. Dus we zijn niet helemaal een eventbedrijf. Ah. We zijn eigenlijk... We hebben ook gewoon een online tak die goed gaat. En daar zijn we ook met vernieuwing bezig en dergelijke. En dat geef eens een voorbeeld wat daar dan nieuw is. Wat doen jullie? Nou, als je kijkt naar Immerse, dan zijn we heel erg bezig met allemaal channels en topics. We proberen eigenlijk heel specifieke doelgroepen te bereiken. Mm-hmm. En dan krijg je ook een andere partnership met je sponsors. Dus niet zozeer banners en buttons, maar op een andere manier dat je sponsorships kunt verkopen. Dus meer getarget, meer op een onderwerp. Nou, en daar groeien we heel hard in. Hè. We zijn dus, als je kijkt zeg maar, naar banners en buttons qua inkomsten, is dat voor ons nog een fractie van andere dingen die we verkopen. Ja. En dat is wel gezond. Hè? Dus dat we ook zeg maar, als bedrijf, of als mediabedrijf, dat we niet alleen maar met events bezig zijn. Mm-hmm. En dat we ook, dat we, als je kijkt zeg maar, naar de mix tussen online en print, dat we het gewoon heel goed de goede richting op gaan. Ja, en je hebt natuurlijk ook de inhoudelijke kant, het gezag wat je daarmee verdient, ook nodig om die events tot een succes te maken. Nou, ik denk dat we dat wat onze primaire functie is gewoon journalistiek. En nieuws. Dat is eigenlijk waar iedereen, denk ik, Immerse vooral van kent. Van de nieuwsbrief. Is gewoon ochtends vroeg. 7 uur. Nee, je begint gewoon met Immerse nieuws. Want dan weet je dat je niks mist. En dat we gewoon, we hebben het covered. En bij ons is de sport gewoon om als eerste met e-business nieuws vanuit Nederland te komen. Ja. En daarnaast een prachtig magazine maken. Dat vinden we een soort cadeautje aan de markt, zeg maar. Aan de doelgroep elke maand. En de events is voor ons, ja, daar leggen we ook heel veel passie in om dat goed te doen. Maar dat is, ja, het is nou eenmaal zo dat mensen bereid zijn om 300-400 euro voor een kaart voor een event te betalen. Maar niks voor nieuws online. Zeg maar. Ja. 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 Hey, toen we net, vlak voor de uitzending hadden we het erover gehoord, het is alweer 7 jaar geleden dat jullie bij VNU wegstapten en het sprong in het diepe. Jij persoonlijk, de initiator daarvan. Waar wil je over
5 jaar staan, wat zijn je ambities? Want je hebt het heel ver gebracht nu. Het is een prachtig bedrijf. Ja. Waar wil je naartoe? Wat zoals vandaag hebben we gelanceerd, dus daar kom ik net vandaan, is e-Travel Europe. Een travel congres voor zeg maar innovatie in travel. Voor Europa, voor West-Europa. Dus er waren Duitsers, Fransen, Engelsen, 180 mensen. En dat, morgen doen we dat met retail en donderdag doen we dat met sport, wat ik net al zei. En wat ik echt een hele mooie uitdaging vind, is om die Amsterdam e-week, zeg maar het dance event, neer te zetten voor de komende 5 jaar, zeg maar, dat heel groot wordt. En wat ik heel mooi vind, is om zeg maar met die nieuwe digitale mediamodellen, om daarmee aan de slag te gaan met e-merch eigenlijk als showcase ook, maar ook gewoon als nieuwe zeg maar publisher of nieuw mediabedrijf, om dat neer te zetten. Dus ik denk dat daar hebben we echt nog genoeg uitdagingen in. We zijn met allemaal hartstikke leuke, interessante dingen bezig. Dus daar zie ik vooral nog heel veel spannende avonturen. Ja. Hey, ik vind trouwens dat hij er rustig bij zit voor iemand die de belangrijkste week van het jaar heeft. Ja. Gaat je telefoon niet de hele tijd van... Nee? Nou ja. We werken met 60 mensen nu aan deze week. Ja. Er zijn gewoon ontzettend veel mensen die super enthousiast bezig zijn. Zeg maar dat bereikt hebben heel weinig. En ik heb hem gewoon bereikt jou nog. Of gaat hij toch nog wel? Hij is gewoon uit. Ja. Maar het valt hartstikke mee. Ik zit eventjes te denken wat ik daarover wou vragen. Want, maar, dus als jij nu kijkt, hè, je begon als, voornamelijk als blad, online erbij. En nu een mooi pakket met al die events erbij. Daarvan zeg je, mensen zijn gewoon bereid om daar geld voor te betalen. En dat blijven ze waarschijnlijk ook, hè, want ze vinden het ook prettig om elkaar te ontmoeten. Je spreekt ook nog met jezelf af. Ik heb een dag ingeruimd om kennis op te doen, mensen te ontmoeten. Ja. Nou, het gek is, hè, er zijn ongelooflijk veel events. Er lijken wel steeds meer bij te komen. Ja. En toch hebben we dit jaar, merken we aan onze kaartverkoop, dat het eigenlijk... Het is niet keer 2 gegaan, maar het is wel beter dan het jaar daarvoor, zeg maar. Dus ondanks dat er steeds meer events zijn, is er toch gewoon behoefte om bij elkaar te komen en met elkaar naar elkaar te luisteren. En zo. Dus, ja. Hey, en als je, je zei van mensen zijn niet bereid om voor nieuws te betalen, dan zie jij wel andere vormen online, of het nu cursussen is, of weet ik veel, trend reports, of whatever. Ja. Zie je wel, zijn er wel andere vormen voor jullie als je met kennis en informatie bezig bent om nieuwe bronnen aan te boren? Of zeg je van, nou nee, weet je wat, we houden mooi. Dat is voor de continuïteit, berichten we over de ontwikkeling en maken we een mooi blad. Voor het geld doen we de events. Ja, ik denk de spijker op de kop slaat. Ik had net over zeg maar, die online uitbreiding. Ik denk dat je, als je maar goed genoeg en geresearched de content biedt, dat mensen ook daarvoor bereid zijn om in abonnementsvorm te betalen. En het kunnen zeg maar data, het kan echt data zijn, data. Of laten we zeggen researched data. Dus dat betekent dat het bewerkt is. Hè, dat het gewoon rapporten zijn of research. Ja. Of iets wat je nodig hebt voor je business, voor je werk. Ja, en dat zie je ook aan de andere uitgevers, hè? Dus Elsevier, et cetera, die switchen ook nu naar dat soort modellen, omdat daar gewoon nog voor betaald wordt. Ja, dus jullie gaan daar ook meer aandacht aan besteden? Dat is een van de projecten die we in 2017 willen opstarten. Hè? Dus dat is gewoon een research base, waarbij we zeg maar benchmarks en research gaan bieden, cijfers eigenlijk. Op het gebied van e-commerce en digital marketing en de dingen waar we over schrijven. Ja. Wie is je grote concurrent in Nederland? Is dat Adformatie? We hebben niet echt een soort directe concurrent, maar meer een andere... in bepaalde hoeken. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, in de mediahoek komen we Adformatie tegen. In de e-commerce hoek natuurlijk Twinkle. Ja. Laten we zeggen, in IT zou je misschien een computable tegenkomen. Maar echt een e-merch, gelukkig is dat er nog niet zo. Ja. Ja. Hey, we zien je waarschijnlijk donderdag. Ja. Tot donderdag. Ja, maar of jij moet nog een belangrijk vraag? Nou ja, het vinden we wel belangrijk. Eigenlijk, hij heeft het namelijk over steeds over het Amsterdam Dance Event. En eigenlijk is hij gewoon, dat weten te weinig mensen, maar hij is gewoon echt een van de belangrijke mensen op dit gebied. Ja, voor wie het niet weet, net voor de uitzending heb ik een foto op Twitter gezet waar jij met Erwin samen daar
Met je laptopje zaten jullie over muziek te praten. En dan ja. gaat jouw hart echt sneller kloppen. Hè? Ja, absoluut. Ja. Nee, maar ik ken Erwin natuurlijk van die tijd. En dat is mijn grote, toen mijn beroep, nu mijn grote hobby, is muziek maken, produceren. En ik heb vroeger, hè, in die tijd, hebben we dat natuurlijk gewoon professioneel gedaan. En stonden we in de Roxy of in het buitenland op te treden, zeg maar. En dat, nu is het even anders. Nu is het zeg maar proberen om tussen alle bedrijven door af en toe daar tijd voor te vinden. Ja, want als je op het Plus 8 label, want daar heb jij muziek voor gemaakt, toch? Ja, als je dat is echt de dansgebied. Nou, dat is veel hoger dan dat kan je niet bereiken. Dus dat laat ik nog wel even bevestigd hebben. Dus eigenlijk vind ik dat jij gewoon moet optreden op dat event. Kan je niet nog een set doen? Donderdagavond, E-Night. Nee, ik doe als, voor vrienden doe ik wel eens nog draaien. Maar nou, E-Night heb ik altijd gezegd, ik vind het zo suf als zeg maar, laten we zeggen, de baas. Ja. Per se. Dus we hebben Eric E. En jongens, gewoon nieuwe jongens die dat doen, zeg maar. Maar ik doe wel voor bij ons, natuurlijk gewoon voor het bedrijf en dergelijke, draai ik wel. En dat is superleuk. Ja. Nou, dan moeten we toch hem een keertje vragen daarvoor, vind je niet? Gaan we een keer doen. Als wij een keer een feestje hebben, dan kijken of het ons als vriend zit. Ja. Hey, super man, bedankt en een mooie succes deze week. Dankjewel. Gewenst. Jullie bedankt voor het kijken. Als je live kijkt, blijf natuurlijk kijken, want zo direct praten we hier verder. Kijk je on demand, dan weet je dat je ons gigantische archief ook nog kunt doorspitten. Ik mailde het jou pas, Stekel. Ik vond het leuk om te zien. We hebben ook een zomerstop. We zijn uiteindelijk gewoon klassieke televisiemakers. Hè. Als Jeroen Pauw op vakantie gaat, dan 3 maanden. Dan gaan wij ook. Ja. Maar het mooie was te zien, als je hebt nog eens kritiek over, van mensen over dat longtail verhaal. Van weet je, dat bestaat helemaal niet. Nou, ik vond het leuk om te zien dat die bij ons wel degelijk bestaat. Want als wij op vakantie gaan, dan gaan al die views gewoon lekker door van die afgelopen vijf jaar. En ook in grote hoeveelheden. Dus we proberen een klein beetje tijdloze inhoud te maken. We hopen jou graag weer terug te zien. Jullie nu voor nu bedankt voor het kijken. En als je nu live kijkt, blijf. Dag. Mooi man. Dankjewel, Gijs. Ja, graag gedaan. Leuk. Mag niet echt wel bijzonder. Nee, precies. Ja. Lekker naar huis slapen. Morgen weer. Ja, dan ben ik blij dat ik gewoon niet meer